Op zondag 22 mei vond de officiële opening plaats van het Trinitas Clubgebouw. Voor de opening was er een interview met de voorzitter van Trinitas, Dirk Bakkeren. Officiële opening? Ja. Ja, fantastisch. We hebben echt één fantastisch mooi weekend tot nu toe. Vrijdagavond was de avond voor de sponsoren. Zaterdag hadden we een fantastische avond voor alle vrijwilligers. En vandaag hebben we een open dag voor iedereen die zich betrokken voelt bij Trinitas. En dat is echt fantastisch om met zoveel mensen zoveel plezier te hebben. En ook om te zien wat we hier neergezet hebben met elkaar. Dat is gewoon machtig mooi om dat met elkaar te kunnen delen. Tijdens de opening kun je zien wat voor fantastische accommodatie we hebben. We hebben een terrein met 8 velden, waarvan 2 kunstgras. 5 velden zijn in totaal verlicht. We hebben een fantastische accommodatie hier. Schitterende kantine, mooie kleedkamers. Echt heel mooi afgewerkt. En we hopen binnenkort hier nog een uitbreiding te hebben met een fantastische overkapping aan weerskanten van de kantine. En dan is het wat ons betreft helemaal af. Ook heette hij de aanwezigen welkom in het clubgebouw. Welkom bij de officiële opening van onze nieuwe accommodatie, onze kantine van VV Trinitas Oostenrijk. Daarna werden de contracten getekend, onder andere van verzorger Ton Krooswijk, Trinitas 2 trainer Edwin van Wel, krachttrainer Jeroen Haans en hoofdtrainer van Trinitas Pierre van Berkel. Burgemeester Hans Jansen kwam naar Trinitas voor de officiële opening. Ik heb het een beetje kunnen zien de afgelopen jaren dat verschillende wethouders, Joost Wagenmakers, Maarten Pieters, Peter Smit, Stephanie Vatta, Dion Damkers, bezig zijn geweest met deze club en met deze geweldige accommodatie. Maar vooral zijn het natuurlijk de 3 oorspronkelijke clubs die aan de gang zijn gegaan. Misschien hebben ze er wel 20 jaar over gedaan, wie weet hoe lang, om eens naar elkaar te kijken en een beetje van elkaar te gaan houden. En natuurlijk ook nog een beetje terug te zakken qua belangstelling. Zo gaat dat dan. Als je in een fusie zit of denkt te gaan fuseren, dan ben je iets minder aantrekkelijk dan wanneer je weer helemaal vooruit wil. Maar nu hoor ik net hier in de coulissen van er zijn in 1 jaar alweer 90 leden bijgekomen. En dat was nou de bedoeling. Kijken of je met elkaar clubs met een vraagteken kunt vormen tot 1 club met 3 uitroeptekens. En ik denk dat dat gelukt is. En ik maak graag complimenten aan jullie allemaal, aan de oude besturen, aan het huidige bestuur, om dat allemaal voor elkaar te krijgen. Hoe gaan we dat openen? Wij hebben in het gemeentebestuur gezegd, ja, alles goed en wel. Er zijn hier, het barst hier van de sponsoren. Het barst van de sponsoren, maar eigenlijk zijn jullie sponsoren alle inwoners van Oostenrijk. Die betalen belasting en die hebben meebetaald aan, samen met jullie, aan alles wat hier als een, de mooiste accommodatie van Brabant. Het gemeentebestuur wil die ook openen met iets wat hier kan blijven. En dat betekent, we hebben een doek gemaakt en dat gaan we nu buiten onthullen. Ik hoop dat de voorzitter mij wil helpen. En daarna gaan we schieten met deze bal. Daar zetten we de handtekening op. Met het doorknippen van het lint kreeg de burgemeester hulp van een van de jeugdspelers. Die hem op de voet volgde naar het nieuwe kunstgrasveld. De burgemeester schoot opvallend met links de bal het publiek in. De tweede trap werd een fraaie goal gevolgd door andere goalgetters. Tot slot werden de handtekeningen gezet op de bal als symbolisch geschenk van de gemeente Oosterwijk voor de aanleg van dit schitterende sportcomplex.